Beste mensen, welkom bij het webinar Grenzen verkennen. Wat mogen mantelzorgers en vrijwilligers wel en niet doen in de zorg? Mijn naam is Cecile Scholten. Ik werk bij Filans, het Landelijk Kenniscentrum voor de Langdurige Zorg. En ik ben programmaleider van Info Mantelzorg. Een programma waar 80 zorgorganisaties aan deel hebben genomen om eigenlijk de samenwerking met mantelzorgers en hun ondersteuning te versterken. En binnen dat programma kwam ook het thema grenzen verkennen vaak aan bod. We hebben daar een notitie over uitgebracht onder dezezelfde titel Grenzen verkennen, samen met de jurist Karel van Dijk. En deze notitie zal de rode draad vormen in dit webinar. Wat bespreken we nu bij dit webinar? We gaan informatie geven over wat en wel niet mag gedaan mag worden door mantelzorgers en ook de vrijwilligers. En hoe je dat eigenlijk in samenspel als beroepskrachten goed kunt oppakken. Goedemiddag, mijn naam is Anita Peters. Ik ben collega programmaleider van Informantenzorg van Cecile Scholten. Ik werk bij Movisie, het kenniscentrum voor maatschappelijke ondersteuning, voor maatschappelijke ontwikkeling. Daar werk ik veel op het sociale domein, ook voor lokale overheden. In de praktijk van die 80 trajecten kwamen wij natuurlijk ontzettend veel tegen het vraagstuk van wie mag nu wat en welke situatie eigenlijk doen. Dus heel goed dat er een notitie over is geschreven. En dat is ook precies waar dit webinar voor is bedoeld, wat Cecile al aangaf. Het thema, daar heeft iedereen eigenlijk natuurlijk mee te maken. Niet alleen de medewerkers, maar ook de mantelzorgers en ook de vrijwilligers. Niettemin is het webinar echt, daar focussen we eventjes op de zorgmedewerkers. De medewerkers in de zorg. Sectorbreed weliswaar, GGZ, thuiszorg, verpleeghuiszorg enzovoort. Ook ziekenhuizen zaten ook in onze 80 trajecten. De webinar is echt bedoeld voor zorgmedewerkers, voor kwaliteitsfunctionarissen, voor ook facilitair medewerkers natuurlijk, staffunctionarissen. Nou, bedenk ik maar, wie actief is in de zorg. Ja, het was een leuk programma, merken we ook, waarin dit soort vragen veel aan bod kwamen. En als we nou eens kijken van ja, wat mogen mantelzorgers en vrijwilligers dan doen, dan zien we het vaak in allerlei activiteiten. Hè? Spelletjes doen, helpen voorlezen. Een beetje de setting intramuraal, ook de uitstapjes, activiteiten. Dus het zit heel erg in een beetje de welzijnskant wat mantelzorgers, vrijwilligers op zich nemen. Maar hoe zit het dan met meer de zorgkant? Als vrijwilligers of mantelzorgers ook echt zorghandelingen zouden uitvoeren. Stel, mogen ze medicijnen geven, iemand helpen met eten of drinken, tillen. Is het dan in plaats van alleen maar welzijn ook zorg? En is dat met elkaar te verbinden? Hoe ziet dat eruit en wat mag daar wel en niet in? Dat zijn de vragen waar we het echt nu over willen hebben. Goed, dus wat komt er aan bod? Nou, eigenlijk, ik vat het even samen en jullie zien het ook voor je op jullie scherm. We gaan eens kijken wat voor mail mantelzorgers volgens wetten en regels die we allemaal hebben wel of niet mogen doen. Datzelfde doen we eigenlijk ook voor vrijwilligers. En wat er is het algemeen en wat doe je als er iets misgaat of als er iets fout gaat? Dat is natuurlijk ook wat veel mensen bezighoudt. Dan gaan we ook in op het feit dat er diverse soorten grenzen zijn. Hè? Want hoe moet je er dan uiteindelijk in de praktijk mee omgaan? Dus dan zitten we op puntje 3 ongeveer. En dan gaan we nog even weer boven het thema hangen. Wat betekent dat nu? Hoe kunnen we perspectieven verbinden? En wat betekent dat nu eigenlijk voor de hele omgeving waarin we zorg en ondersteuning bieden en organiseren met elkaar? Er is ook ruimte voor vragen en voor tips van jullie tijdens het webinar, maar zeker ook nog daarna hoor. Daar komen we aan het eind op terug. En jullie zien nu voor je een schermpje waarbij je een poll kunt invullen. We hebben een paar stellingen bedacht en daar horen we graag jullie mening over zo. Dat zal ik zo even uitleggen hoe je dat kan doen. En je kunt vragen aanleveren bij ons. Die komen ook bij ons binnen tijdens deze 3 kwartier. Daar kunnen we niet op allemaal op ingaan. Maar zeker een aantal. En de andere die blijven ook bewaard. En daar hopen we ook op een of andere manier nog op te kunnen reageren. Hoe gaat dat met die stellingen? Jullie zien de stellingen in beeld. En dan zijn er 2 knopjes onderin je voetbalk.
Ask a question, dat is het wolkje wat je daar ziet, daar kan je aanklikken. Dat is dus voor de vragen. Maar om op je mening te geven op de stellingen, daarvoor klik je op het taartje wat je onderin je voetbalk ziet. Dan hebben we, ik moet tussendoor even mijn blaadje zo kijken, dan hebben we al gelijk om te beginnen de eerste stelling. Wat mag een mantelzorger doen? Mag een mantelzorger een naaste helpen uit bed waarbij een tillift gebruikt moet worden? Nou, de antwoordmogelijkheden. Ja, dat mag. Nee, dat mag niet. En de derde antwoordmogelijkheid. Ik weet het niet. En we gaan gelijk de tweede erachteraan doen. Die vertel ik ook. Mag een mantelzorger een naaste nu wel of niet injecteren? Dus mag die een naaste injecteren? Dat is de vraag, dat is de stelling. Antwoordmogelijkheden. Ja, dat mag. Nee, dat mag niet. Ik weet het niet. Nou, om jullie even de gelegenheid te geven over de stellingen na te denken. Starten we even een filmpje op, dat doet Cecile. Ja. En dan komen we zo op de stellingen terug. Filmpje van Koefnoen, waar even een leuke illustratie wordt gegeven over mantelzorg en familieparticipatie. Ik weet dat er een limiet is van 7 ton, maar ik wil ook wel eens een miljoenendeal wegzetten. Omdat ik daar aan toe ben, vinden ze bij Legal ook. Mondje open, moeder. Dat hangt toch helemaal af van je sourcing strategy? Ja, in potentie wel, ja. En een hapje voor Joris, puur kwestie van alignment. Doe nou maar. Nou, die heeft een dubbele pet op en dat weet jij ook. En een hapje voor Tante Tris, tjoeke tjoeke. Met zijn atypische voorwaarden. Brom, brom, brom. Mevrouw van ballen gooien. Dat zijn gewoon ordinaire retender perikelen. Mevrouw van ballen gooien. Nou ja, in het ergste geval, ja, focus ik op een goede exitregeling. Doe nou open, moeder. Mevrouw van ballen gooien. Wat is er? Uw moeder zit daar. Oké, jullie hebben als het goed is de twee stellingen ingevuld. Even kijken of ik die al kan zien. Dat is nog niet zo. Nou, weet je, dan komen we er zo eventjes op terug. Dat is geen probleem. Dan ga ik even Cecile het woord geven. En die gaat wat vertellen over wat mantelzorgers nu mogen doen in de zorg. Ja, nou, dat is natuurlijk een belangrijke vraag. Hè. Wat mag nu wel en niet? En we hebben nu toegespitst op echte zorghandelingen. Dus voorbehouden handelingen, risicovol. Wat mag dan een mantelzorger wel en niet doen? In principe kan een mantelzorger echt eigenlijk al dat soort handelingen ook uitvoeren. Natuurlijk met instemming van de cliënt. Die moet ook toestemming geven om dat te mogen doen en dat te willen doen. Maar voor een mantelzorger is dat ook prima om dat te doen als daar de gelegenheid zich toe aandient. En bij mantelzorgers moet je trouwens breed denken. Dat is niet alleen de dochter of de zoon of het kind, maar dat kan ook de buurvrouw zijn. Het kan ook een vriend of een andere bekende zijn. Eigenlijk iedereen die een persoonlijke relatie heeft met die naaste, met die cliënt. En wat belangrijk is, is het verschil met zorgmedewerkers, is dat mantelzorgers niet onder de wet PIG vallen. Niet onder die wet waarin echt die voorbehouden handelingen zijn geregeld. En dat betekent ook dat ze zelf dat soort handelingen wel mogen verrichten. En dat daarmee zijn ze ook zelf aansprakelijk. Dus dat is een belangrijk verschil. Mantelzorgers die kunnen handelingen uitvoeren die met de zorg te maken hebben en dragen daar zelf aansprakelijkheid voor. Hoe zit het dan? Ik weet niet of dat er iets in de poll is eruit gekomen over of dat vraagstuk. Nou, ik heb die over het injecteren nu binnen. Wil je die eerst hebben, ja, de uitslag? Die ja? Oké, okay. Nou daar zeggen 24 mensen, de verre meerderheid, dus dat is op zich heel verheugend, die zegt ja dat mag, dat mogen mantelzorgers doen. En als het gaat om de tillift, daar is het nog iets duidelijker, nou ja ietsjes meer, 29, maar ook overwegend de mensen die meegedaan hebben in de poll, die zeggen van dat mag. Nou, dat is mooi om te horen, want het is voor ons altijd een mooi vraagstuk om te zien van ja, hoe ver is dat nou bekend dat het wel en niet mag. Want het is natuurlijk wel spannend dat mantelzorgers dat soort handelingen verrichten.
Dat gebeurt ook niet zomaar, hè? Dus daar zijn allerlei randvoorwaarden ook wel van belang bij. Cecile, misschien is het wel leuk om even de... er is ook een vraag binnengekomen van Ilse. Verder heb ik geen gegevens. Wat eventjes trouwens tussendoor, want ik zie ook een paar vragen binnenkomen met van technische aard. Ik ga ervan uit dat die opgelost worden. Die worden opgelost. Goed, er zijn... wat mogen Ilse zegt, wat mogen mantelzorgers doen voor andere bewoners dan hun naasten? Wat is hun verantwoordelijkheid dan als het misgaat? Ja, nou, die hebben we hier ook opgenomen inderdaad. Als een mantelzorger komt voor zijn naaste en blijkt ook dat vader of moeder bijvoorbeeld zegt van nou mag de buurman ook een keer mee op stap, dan kan dat prima. Zeker als we beide daar natuurlijk ook weer mee instemmen. En ook in dit geval geldt, de mantelzorger is zelf aansprakelijk. Die handelt namelijk op eigen initiatief. En daar zit een essentieel verschil met vrijwilligerswerk, waar we straks nog op komen. Want voor vrijwilligerswerk geldt het dat het in opdracht van de organisatie gebeurt. Ja. Dus zodra het op eigen initiatief is, je gaat op stap, je helpt je naaste met eten en ook een andere bewoner, dan is dat eigen initiatief en draag je ook als mantelzorger daarvoor zelf de aansprakelijkheid. Okay. En dat maakt dus ook niet uit, hè, want dat verschil is ook belangrijk. Het maakt in feite niet uit qua aansprakelijkheid of dat nou in een thuissituatie of in een woonzorgvoorziening is. Ja. En dat lijkt soms wel een verschil te zijn. Maar in de praktijk of in de uitvoering is dat dus niet zo. Ook mantelzorgers in een woonzorgvoorziening dragen zelf die aansprakelijkheid daarvoor. En dan is eigenlijk de vraag, ja, hoe ga je dan ook als zorgmedewerker hiermee om? Hoe zorg je dat dat op een goede manier in samenspel met elkaar gebeurt? En eigenlijk zien we daar een paar belangrijke onderdelen van, hoe je dat goed oppakt. In feite start je een beetje met de vraag van, goh, mantelzorger, wat doe je eigenlijk altijd al? In hoeverre verricht je wellicht ook al zorghandelingen? Zijn die daar noodzakelijk in? Wat heb je daar al als ervaring in? En wat daar mooi aan is om door op deze manier de vraag te stellen, is dat je al gelijk erkenning geeft aan de mantelzorger in wat hij zelf al die tijd wellicht al gedaan heeft en waar hij zeer bekwaam in kan zijn. Tegelijkertijd kun je ook aanbieden om een keer mee te kijken. Wellicht heb je daar zelf ook allerlei vragen nog bij, voorbeelden bij. En wat het mooie is, als je dat echt gewoon samen doet, dan kun je ook zien wat die mantelzorger bijvoorbeeld al heel goed in is. Die jou tips kan geven. Of jij helpt als zorgmedewerker weer tips voor de mantelzorger. Tegelijkertijd is het ook even een mogelijkheid als je het samen doet. Dan kijk hoe het gaat. Is het iets waar je denkt, van, nou dat ziet er goed uit. Dat vertrouw ik ook prima. Heb je daar nog wat aan toe te voegen? Gebruik dat moment om in het contact eigenlijk het samen op te pakken. Dat is ook een vraag van als het gaat om het vastleggen, hè, van de afspraken. Daar vraagt Karen, WZH, sorry, ik weet niet waar de afkorting voor staat. Moeten cliënten eigenlijk mondeling of schriftelijk toestemming geven? De cliënt, hier, in principe leg je het inderdaad vast in je zorgleefplan, waarbij de cliënt toestemming geeft om dit soort handelingen uit te voeren. Dus daar is het moment en de plek om het vast te leggen. En wat dan bij een PG-cliënt vraagt, ik denk iemand uit Aafje of Aafje Tiende. Ja. Bij een PG dan heb je dus iemand die verantwoordelijkheid draagt, een mentor, die heeft daar ook beslissingsbevoegdheid op, dus die zal ook meetekenen daarin. Oké. Okay. Ja, ik zit even te denken, ik ben zelf mantelzorger geweest, recent. En ook in het verpleeghuis. En ik weet nog wel, en dat vinden wij ook belangrijk om jullie mee te geven. We hebben heel veel regeltjes, we hebben heel veel afspraken en die gaan we ook allemaal door. In de praktijk schuift het soms en vraagt het dus ook een beetje moed. Ik weet nog wel, ook van de mantelzorger, dat bedoel ik. Want ik weet nog wel dat ik in het begin het eigenlijk wel ingewikkeld vond om bijvoorbeeld iemand die een beetje onderuit gezakt in de stoel zat, weer wat rechterop te helpen. Terwijl iedereen eigenlijk heel erg druk was. En er eigenlijk iemand wat verder weg was. Dus dan wil je eigenlijk toch als mantelzorger ook wel iemand helpen. Dus ik denk De knelpunten of de vragen waar jullie mee zitten, daar zitten mantelzorgers zelf soms ook mee. En dat is wel goed om je te realiseren, denk ik. Ja. Dat is een mooie aanvulling inderdaad. Hè?
Het gaat natuurlijk ook over van, ja, hoe ver kun je nog spontaan iets doen of voel je je belemmerd. Ja. Dus het is ook goed om als zorgmedewerker je te realiseren van ja, het is eigenlijk heel mooi dat mantelzorg spontaan iemand willen helpen. En laten we dat ook vooral faciliteren. Ja, ja, precies. Dan is dat eigenlijk ook de vraag van ja, altijd wat te doen als het fout gaat. Want dat kan natuurlijk af en toe misgaan. Het kan zijn dat je het niet helemaal vertrouwt. Dat doe je in principe op basis van de signalen die je opvangt. Je bekijkt hoe de situatie is. Je schat ook vanuit je professionaliteit in van moet hier iets gebeuren. Mocht het nou echt fout gaan in jouw ogen, dan trek je natuurlijk aan de bel. Als het acuut fout gaat, dan handel je ook acuut. Maar anders gaat het meer om stappen die je onderneemt in het kader van onverantwoorde zorg thuis of mishandeling. En dat zijn eigenlijk protocollen die op je werk bekend zullen zijn. En waar je verschillende stappen in hebt te zetten om ook in dit geval te zorgen dat er ingegrepen wordt. Of dat er gehandeld wordt zoals het gewenst is. Wat we eigenlijk vooral daarbij willen zeggen is van ja, dat kan je heel goed voorkomen. Hè? Jij gaf het ook al aan. Mantelzorgers die zullen niet zomaar allerlei dingen per definitie verkeerd doen. Er kunnen situaties ontstaan waarin het eigenlijk niet goed gaat lopen. Die ook onbedoeld zijn, uit onmacht, wat voor reden dan ook. En dat maakt dat het des te belangrijker is dat je dat bedenkt van hoe kunnen we dat met elkaar voorkomen. Wat voor informatie kan ik aan mantelzorgers geven zodat zij zich goed kunnen voorbereiden op situaties. En die vraag die we net hadden van ja, wat mag ik voor een ander doen, dat zijn vragen die weet je vooraf. En die kun je dus heel goed met elkaar bespreken. Nou, dit is bij ons de situatie en zo willen we dat graag met elkaar afspreken. Hey, Luus die stelt hier de vraag over de verantwoordelijkheid. Daar vertelde je net al wat over, maar toch even nog samenvattend. Zijn we als zorgmedewerker niet verantwoordelijk voor de handelingen van de mantelzorger? Misschien toch nog goed om daar even op in te gaan. Geen keer weer heel duidelijk, want dat vraagstuk blijft natuurlijk relevant. Als zorgmedewerker ben je inderdaad niet verantwoordelijk voor wat die mantelzorger doet. Waar je verantwoordelijkheid voor draagt is dat je met elkaar bij een zorgleefplangesprek, of in het begin en tussendoor, afspreekt wie doet wat. Cliënt stemt in, mantelzorger stemt in en dan leg je dat ook vast. Dat is één kant van het verhaal. Een andere kant waar je dan het samenspel op aangaat is te bekijken van hoe kan dat in de praktijk goed gaan? Wat kan ik daar ook van leren? Wat kunnen zij eventueel van mij leren? Zodat je dat eigenlijk door de dialoog zorgt dat dat proces goed verloopt. Oké, dank je. Ik zit even, hebben we nog wat meer tijd voor vragen? Ja. Nou nog even ook, je kan van allerlei zaken afspreken. Moet de mantelzorger zich aan protocollen houden? Vraagt ze ook Loes. Ja. Ook in dit geval, protocollen zijn voor beroepskrachten, zijn niet voor mantelzorgers, dus ze hebben zich daar niet aan te houden. Wat wel zo is, hè, wat je kan doen, is instructies geven, mee helpen om mantelzorgers te laten zien hoe zij handelingen goed kunnen uitvoeren. Ze zijn dus niet echt in hetzelfde proces waarin je als zorgmedewerker zit opgenomen. Daar staan ze buiten. En heb je dan een aparte verzekering nodig of is je gewoon een aansprakelijkheidsverzekering eigenlijk genoeg? Ja. In principe ben je gewoon voor je via je aansprakelijkheidsverzekering verzekerd. De precieze details, dat moet je niet voor bij mij zijn, maar in principe is dat voldoende. Ja, in principe is dat voldoende. Ja. Dus even kijken. Ja, er zijn... even zien. Sorry, ik zit eventjes door de vragen, want er komen er echt heel veel binnen nu. Verantwoordelijk hadden wij, maar er zijn ook veel overlappen, vandaar dat ik even zit te lezen. Even kijken. Mantelzorgers mogen of moeten? Freke Schoenmaker, ik lees hem even voor. Dat is een taak voor de familie. Kan de familie ook weigeren om dit soort opgelegde mantelzorg, ik weet niet wat dit soort zijn, maar om dit soort opgelegde mantelzorgtaken te verrichten, vooral als mantelzorgers wel aansprakelijk gesteld kunnen worden, lijkt me dit essentieel. Ja, dat is een goede vraag. Dat is natuurlijk ook een hele relevante vraag. Hè. Moet het? Tegelijkertijd zeg maar dat het niet, moet het niet. Het is niet dat zo dat mantelzorgers zorghandelingen moeten verrichten. Het is vooral ook dat ze het zelf willen. Dus niet alleen de cliënt stemt erin, maar ook de mantelzorger stemt in. En ik denk dat het aardig is om een beetje meer in te vullen van ja, wanneer werkt dat nou? Het is niet zo dat je gaat vragen vanuit de zorg van nou, neem een stukje van onze zorg over. Het is eigenlijk veel meer gekoppeld aan welzijn. De mantelzorger gaat op stap met de cliënt of in een thuissituatie is er sprake van zorg.
Dan kan de situatie zijn van, goh, stel een voorbeeld met diabetes, cliënt heeft diabetes, spuit zichzelf, de mantelzorger kan dat ook leren. Dus het zijn eigenlijk handelingen die je meeneemt in je welzijnsverhaal, wat je te doen hebt, en die niet per definitie altijd gaan over zorg die moet worden verleend. En daarmee mag een mantelzorger ook weigeren. Die is dus niet verplicht om dat soort handelingen uit te voeren. Okay. En dat is ook wel goed, denk ik, nog om even te benadrukken, dat we vooral het willen hebben over die mantelzorgen die kunnen en willen. En dat je daar ook de erkenning aan geeft, maar niet het verhaal van, nou, we schuiven het af hierdoor en dus moeten mantelzorgers meer zorg verlenen. Dat is niet de bedoeling. Nee. Oké. We gaan even door naar een volgende. We komen bij de vrijwilligers terecht. Met ook een paar vragen erover. Goed. Jongens, we hebben nog lang niet alle vragen beantwoord, maar we gaan ze zeker bekijken. Ik zie ze allemaal langskomen en we gaan er wat mee doen. We gaan over naar de vrijwilligers, inderdaad. We beginnen weer even met een stelling. We zijn benieuwd. De eerste is, weten jullie nog waar het moet? Op het taartje kan je klikken. Hè? En daar kan je aangeven wat je antwoord is. Mag een vrijwilliger een cliënt helpen met een tillift? Bijvoorbeeld op het toilet of uit bed of in bed, waar een tillift nodig is. Antwoordmogelijkheden weer, ja dat mag. Nee, dat mag niet. Of ik weet het niet. En de tweede... Mag een cliënt met slikproblemen geholpen worden met eten geven door een vrijwilliger? Dus mag een vrijwilliger een cliënt helpen met slikproblemen? Antwoordmogelijkheden? Ja, dat mag. Mag niet. Ik weet het niet. We geven jullie weer eventjes de tijd. Een klein minuutje. Waarbij we ook weer een filmpje afspelen over de toekomst van het vrijwilligerswerk. Die gaat Cecile nu instarten. Ik ga hem even opstarten. Daar gaat hij komen. Nou, dat was even een klein intermezzo om ook het perspectief van vrijwilligers te laten zien. En wat mogen zij dan wel en niet doen in de zorg? Zal ik eerst weer wat erover vertellen? Ja, we daarna inderdaad. Ik kom straks terug even op de pols. Die moet je nog binnenkrijgen. Ja. En ik begin eigenlijk met het laatste stukje, want dat is wel het meest relevant in vergelijking met dat mantelzorgers. Vrijwilligers zijn namelijk niet zelf aansprakelijk voor hun handelen. Dat is altijd de organisatie waarvoor ze werken. En dat komt met het grote verschil. En mantelzorgers doen het in de persoonlijke relatie, vanuit hun eigen initiatief. Vrijwilligers doen dat in opdracht van de organisatie. En daarmee geven wij ook altijd aan, ja, eigenlijk zijn er juridisch maar twee soorten smaken als het gaat om informele zorg. Of mantelzorgers en hun netwerk, of vrijwilligers die vanuit een organisatie werken. Want daarmee zijn ook vrijwilligers dus zelf niet aansprakelijk. Dat wil weer niet zeggen dat ze geen voorbehouden handelingen mogen uitvoeren, omdat in bepaalde omstandigheden kan het zo zijn dat ze dat wel doen. En we geven zelf altijd het voorbeeld van de zonnebloemvakanties, gehandicaptenvakanties. Dan gaan er vrijwilligers mee die ook dit soort handelingen verrichten. Daar zit wel één belangrijk punt bij, want die vrijwilligers zijn dus bekwaam en toegerust daarvoor. En dat is echt waar de organisatie voor moet zorgen, dat die vrijwilligers echt toegerust zijn om, als er sprake van zo'n voorbehouden handelingen of risicovolle handelingen zou zijn, dat ze daar echt voor toegerust zijn. Oké. En wat nu als een medewerker in de vrije tijd, hè, dat stelt Afke Flapper, stelt die vraag. Wat nu als een medewerker in zijn vrije tijd iets met de cliënt gaat doen, een autoritje?
Het is altijd een spannende. In principe als de cliënt of als de medewerker dat doet vanuit toch een soort persoonlijk contact, dan zou je zeggen van ja, daarmee is de medewerker zelf aansprakelijk. Maar medewerkers zijn soms ook dicht geregistreerd en vallen dan toch onder hun beroepscode. Dus dat is een grijs gebied waarin we zien dat organisaties zelf ook een keuze maken van, nou, dat doe je niet namens onze organisatie of dat doe je heel duidelijk in het privédomein. Het kan wel zijn ook dat medewerkers als vrijwilliger worden gevraagd. En in dat geval is het wel weer duidelijk dat de organisatie aansprakelijk is. Ja. Heeft de poll nog iets opgeleverd? Zullen we eens even kijken. Waar is het, poll-uitslag? Optie. Oh, sorry jongens. Weet je, ik ga nog even een vraag stellen. En dan ga ik even zitten zoeken waar de poll zit. Er zijn zoveel vragen binnengekomen. Van de Vriesen, medewerker als vrijwilliger. Vrijwilliger. Deze, maar die gaat nog even overnieuw. Hoe zit het met het geven van al dan niet gemalen orale medicatie? Ja, dat is voor mij dan weer een vraag die ik vanuit vaktechnisch opzicht niet kan beantwoorden. We krijgen natuurlijk veel vragen van, ja, wij stellen natuurlijk dat in principe vrijwilligers ook dat soort handelingen mogen uitvoeren, maar hoe zit dat precies? Nou, dat zeggen wij eigenlijk, dat heb je met elkaar uit te vissen. Wanneer zijn vrijwilligers daarin toegerust? Wat voor handelingen passen daar wel en niet bij? En dat kan heel erg te maken hebben met de specifieke cliëntsituatie, met een handeling of die wel of niet ingewikkeld is. Dus dat ligt ook aan beroepskrachten zelf en de organisatie, hoe ver je dat inschat. Dus dat maakt ook het belang van casuïstiek daarin relevant. Van, ja, sommige casuïstiek geldt voor iedereen, maar heel vaak gaat het om echte toegesneden situaties waarin je daarin bekijkt wat wel en niet kan. Oké. We hebben de poll. Die hadden we al, maar ik kon ze niet vinden. Goed. Even nog de uitslag. Mag een vrijwilliger een cliënt met slikproblemen eten geven? Nou, dit is wat twijfelachtiger toch dan bij de mantelzorgers, moet ik zeggen. Dat is wat minder eenduidig. 16 zeggen ja en 20 zeggen nee. En dan nog een aantal, ik weet het niet. De tweede, mag een vrijwilliger een cliënt helpen met de tillift? Daar is het ook weer 50-50. 21 ja en 20 zeggen nee. En ik weet het niet. Ja. Maar het hangt dus eigenlijk, heb jij net een beetje uitgelegd, het hangt heel erg van de situatie af en van wat er vanuit de organisatie is geregeld met en voor die vrijwilligers. Ja, en dit is herkenbaar. Ik zie wel vaker dat, en bij mantelzorgers was het al wat bekender wat zij wel en niet mogen doen. Ja. Ook omdat het natuurlijk om eigen aansprakelijkheid gaat. In dit geval is de organisatie aansprakelijk. Dat wil ook zeggen dat de organisatie kan bepalen wat wel en niet mag. Ja. Wat wij eigenlijk wel erbij zeggen is, kijk, op zich een tillift bedienen is natuurlijk dan een risicovolle handeling. Die ga je niet zomaar verrichten. Nou, iemand met slikproblemen helpen ook niet. Maar juist als je een cliënt met slikproblemen helpt, kan dat heel erg in de welzijnssfeer zitten. Omdat je volop tijd hebt, je hebt rust om aandacht te besteden aan de cliënt. En daar juist de cliënt goed mee te kunnen helpen. En dan kan je het ook beschouwen als welzijn, waarvan je zegt als organisatie, nou, we vinden het eigenlijk ook heel goed dat onze vrijwilligers dat leren. Want dat hoort er wel bij. Ja. En er hoort de verantwoordelijkheid voor de medewerker bij, die dan wel op dat moment ook moet inschatten van, is die situatie van de cliënt nog zo dat dat nu ook kan? Ja. Ja. En dat daar komen we eigenlijk een beetje bij onze tips. Maar misschien is er nog eerst een vraag. Nou, ik denk dat dit is nog wel een interessante vraag. Die zegt Margriet, ik vind het toch niet kloppen dat mantelzorgers en vrijwilligers zoveel handelingen mogen doen. Er is zo'n streng toezicht op de gediplomeerde zorgverleners. Die moeten zich voortdurend bijscholen. En ik vind dat er veel te veel bevoegdheden zijn voor de vrijwilligers en mantelzorgers. Klopt niet met de strenge eisen die er vervolgens aan zorgverleners worden gesteld. Ja. Ja. Wil je daarop ingaan? Ja, nou, daar zit de hele spanning op wat we nu met elkaar te doen hebben. Van in de ene kant geven we aan het kan. Wat we wel erbij zeggen is het moet niet en het gebeurt ook niet zomaar. Ik bedoel, er zijn eigenlijk situaties die hiertoe aanleiding geven dat een mantelzorger handelingen uitvoert, dat een vrijwilliger dat doet. Daarmee zit eigenlijk ook heel veel deskundigheid en ervaring juist aan de kant van vrijwilligers en mantelzorgers. Dat is ook mooi om dat wel te koesteren.
Tegelijkertijd roept dat spanning op natuurlijk met al die eisen die worden gesteld aan die zorgverleners. En wat ik juist het mooie daar vind is van ja, hoe reik je elkaar daarin eigenlijk de hand? Hoe deel je die kennis die je als zorgverlener hebt? Hoe vervul je dan ook meer een rol in juist het toerusten, het samenwerking aangaan, daar waar het aan de orde is? Nogmaals, niet standaard, maar daar waar het aan de orde is. Hoe zorg je dan met elkaar ervoor dat het goed gebeurt? Ja. En tegelijkertijd, het is wel ook het, zeg maar, het sociale privé domein, waarin we ook niet altijd alle eisen willen hebben. Een cliënt heeft ook een vrijheid om bepaalde handelingen uit te voeren. Bij een mantelzorger is het ook goed als er bepaalde vrijheid kan zijn, terwijl het tegelijkertijd niet zomaar naïef en onverantwoord moet zijn. Ja, ja. Ja, ik snap het dilemma wel, maar ik praat ook maar even vanuit de andere kant, hè. En dat zouden jullie misschien ook af en toe eens kunnen doen, of misschien ook al wel meegemaakt hebben. Op het moment dat je zelf een idee hebt hoe de zorg voor jouw naaste, voor je vader, voor je moeder of zo, goed geboden kan worden, hoe die het beste kan eten, welk eten die het lekkerst vindt, dan wil je daar graag ook wat zeggenschap over hebben. En dan wil je die expertise die jij hebt als mantelzorger ook heel graag dat die ingezet wordt voor het gebruik, ook door professionals. Dus het klopt, het is een dilemma. Tegelijkertijd, als we kijken naar kwaliteit van leven, dan is het ook wel belangrijk dat we een beetje opschuiven en en gebruik maken, benutten datgene wat mantelzorgers bijvoorbeeld inbrengen en kunnen. Nou, dan komen we eigenlijk een beetje bij onze tips nog terecht. Hè? Hoe kun je daar vanuit de zorg mee omgaan? Kijk, wat we eigenlijk wel meer aangeven is dat je met vrijwilligers zelf ook kijkt. Wat zouden zij kunnen en willen doen? Waar zijn ze goed in? Wat willen ze wellicht na verloop van tijd doen? Kijk, de vrijwilliger roept ook niet gelijk van nou, ik help wel iedereen in de zorg. Maar we zien bij organisaties waar vrijwilligers al langer rondlopen, dat ze die handelingen ook leren. En zien van ja, in het kader van welzijn kan ik daar wat in betekenen. Dus dat is ook mooi om daarin te kijken van ja, wat voor instructies hebben ze dan nodig. Hoe kunnen we dat eventueel ook opnemen en hoe blijven we dat ook bespreken zodat het goed gaat. Maar wat gaat dan te doen mocht het wel fout gaan? Ook in dit geval is het signaleren natuurlijk weer heel cruciaal. Gebeurt het op verantwoorde wijze? Dat is soms een lastige situatie als het echt om de thuissituatie gaat waar vrijwilligers actief zijn. Dus daar zul je goede afspraken over moeten maken. En mocht het echt fout gaan, dan heb je natuurlijk ook het recht als organisatie om het te beëindigen. Dan wel zelfs te verbieden dat de vrijwilliger dat soort handelingen uitvoert. En in feite zeggen we ook hierbij weer, dat is de laatste redmiddel zeg maar dat je toepast. Want voorkomen is ook weer beter dan genezen. En doordat je vooral bekijkt van ja, wat past bij vrijwilligers, welke situaties vinden wij relevant waarin vrijwilligers ook bepaalde vaardigheden zouden moeten hebben. Wat zien wij eigenlijk als toegevoegde waarde, zoals jij het ook schetst met kwaliteit van leven. Dan is ook mooi dat vrijwilligers dat kunnen uitvoeren. Hoe leg je dat dan goed vast? Hoe bespreek je dat? En hoe doe je dat samen? Daar zit eigenlijk de ruimte in. Ja. Goed, dus eigenlijk wat Cecile verteld heeft de afgelopen tijd, is dat je als beroepskracht, als professional helemaal niet zo heel veel houvast hebt. Zo zou ik het willen samenvatten. Er zijn regels, maar wat dat betreft willen we jullie dit modelletje nog even schetsen. Want je wil op een goede manier natuurlijk wel met mantelzorgers en met vrijwilligers die betrokken zijn bij de zorg het gesprek aangaan. Daarbij rekenschap gevend ook aan de expertise die je als professional hebt. Hè, het feit van die strenge eisen, daar zit ook een scholing aan vooraf. Jij weet als beroepskracht natuurlijk ook bepaalde zaken. Laat onverlet dat ook die mantelzorger en ook die vrijwilliger een bepaalde expertise heeft. Nou, dit modelletje met die soorten grenzen. Dat gaat over dat het niet heel erg strak is van waaruit grenzen bepaald worden. Dus niet alleen maar vanuit protocollen, niet alleen maar vanuit wet en regelgeving. Maar ook bijvoorbeeld hoe je persoonlijk tegen grenzen aankijkt. Dat geldt
voor een mantelzorger, maar dat geldt ook voor jou als beroepskracht natuurlijk. Dus we zeggen eigenlijk van, je moet je ook zelf bewust worden van de manier waarop jij tegen mantelzorgers aankijkt. Wordt je vertrouwen in die mantelzorger nu bepaald omdat je bijvoorbeeld eerder zelf vervelende ervaringen hebt gehad? Of is het feitelijk zo dat die mantelzorger met wie je samen afspraken wil maken bepaalde zaken nog niet kan? Dus weet heel goed, dat is de oproep, weet heel goed wat jouw eigen drijfveren zijn, waar jouw eigen persoonlijke grenzen liggen. Waar jij je wel nog zo lang in voelt en waar niet meer. Datzelfde geldt, hè, dat is een ander aspect, de relationele grenzen. Dat zijn eigenlijk, je hebt als professional, als beroepskracht, bouw je ook een relatie op met je cliënt. Zeker als het gaat om langdurige zorg, dan kom je niet even binnen en ga je weer weg. Dus ook vanuit die relatie verschuiven grenzen. Stel je grenzen vast misschien in het begin, maar verschuiven die in de loop der tijd. Ook misschien omdat je een relatie opbouwt met die mantelzorger, dan wel met die vrijwilliger die ook over de vloer komt. In het verpleeghuis of op de woonvorm of bij iemand thuis waar jij zorg geeft. En de derde, dat zijn eigenlijk de functionele grenzen. Gewoon wat je afspreekt, en wat je vanuit je beroep bijvoorbeeld ook per se zelf doet, wat gewoon bij je werk hoort. Dit modelletje kan je helpen om te kijken hoe je afspraken maakt. Bekijk daarbij dus naar jezelf en probeer een soort van perspectiefwisseling toe te passen. Daarmee bedoel ik, stap even in de schoenen van die mantelzorger of stap even in de schoenen van die vrijwilliger, dan wel van die cliënt, om te kijken wat passend is in de situatie. Want dat is de grote uitdaging voor de komende tijd, dat het heel erg vanuit de situatie gestuurd wordt van hoe je de grenzen met elkaar afspreekt. Nou, een mooi pleidooi waar ik van harte onderstreep. En ik denk dat het ook wel aardig is om even te kijken wat dat dan voor een organisatie betekent. Die zit natuurlijk nu in die situatie van, ja, wat voor keuzes maken we? En ook daarin geven wij, ook zoals in de notitie vermeld staat, een aantal verschillende opties, waarin je ook ziet waar die spanning dan zich voordoet. En we spreken dit ook vaak in de organisaties van, nou, wie zou er bij jou aan het roer staan en wie zou je graag willen dat aan het roer staat? Is dat nou de formele zorg, hè, die met de protocollen, met alle eisen die daarbij horen, echt in het belang om goede zorg te verlenen? Gaat het meer om de cliënt en de omgeving die zelf, zeg maar, de eigen regie in handen hebben, zelf ook dan meer moeten zorgen voor eigenlijk hun welzijn en welbevinden, inclusief de zorg, daarin de lead zijn? Of is het ook het samenspel waarin je met elkaar bekijkt van alle bijdragen, je verantwoordelijkheid, mantelzorgers, cliënt, vrijwilligers, beroepskrachten, maar ook anderen binnen de organisatie die dat faciliteren? En wat we eigenlijk zien is dat vanuit de visie van de organisatie heel gauw wordt ook ingegeven, nou, wij zijn voor meer regie voor de cliënt, voor meer zelfredzaamheid. Dat zouden we ook graag in samenspel willen doen. Maar zodra het eigenlijk om grenzen gaat, wordt er ook gauw teruggegrepen naar formele zorg die toch daarin de lead heeft en ja, toch aan het roer staat. Ja. Dus dat vinden we wel een belangrijk perspectief, ook met die vragen die wij hebben gesteld, te kijken, maar wat vind je en waarom vind je dit? En hoe verhoudt zich dan tot dit soort perspectieven? Ik denk dat er nog tijd is voor één vraag misschien wel, hè? En dan sluiten we. Zullen we dat doen? Zo? Eén of twee vragen. Ja, toch deze, want die zit wel een beetje op dit niveau. Avitine, hoe los je het op als bijvoorbeeld regels voor de inspectie, daar gaat het over. Hoe los je het op als bijvoorbeeld medicatie en verpleeghulpmiddelen achter slot en grendel liggen op een afdeling? Hoe doe je dat dan met dat samenspel? Hè? Want dit zijn regels van de inspectie. Klopt, ja. Dat is een hele goede vraag en een actuele vraag. We zijn ook volop met de inspectie in gesprek, juist om dit soort vragen te bekijken. Want het is in feite zo dat als de mantelzorger dit soort handelingen mag verrichten, hoe komen ze dan ook bij de juiste medicatie? Nou, daar zijn allerlei afspraken voor. En hoeverre kun je dan een uitzondering verlenen aan mantelzorgers? In dit geval geldt het voor medicatie, maar we horen ook voorbeelden van dat het om de shampoo gaat die achter slot en grendel zit. En waar hier eigenlijk de spanning op zit, wat je heel mooi ziet, is ja, wat is goede zorg en wat is kwaliteit van leven? Ja. En hoe brengen we dat nou op een goede manier bij elkaar?
Zonder dat we natuurlijk zomaar risico's nemen, maar misschien hoort er wel iets meer risico bij. Een beetje de transformatie is waar we nu in zitten. Ja, dat denk ik ook. Ja, ik heb misschien wel in een voorbeeld, op een gegeven moment is er vorig jaar een notitie gekomen, een aanwijzing vanuit de inspectie, omdat de mondzorg onder de maat was vanuit de regels. Mijn vader was dement, zat dus ook op zo'n afdeling. En daar kwamen ze op een gegeven moment van, ja, wij moeten per se, twee keer per dag, volgens de richtlijnen, zijn prothese eruit halen en schoonmaken enzovoort. Maar bij tijden trok mijn vader dat helemaal niet. Dat is natuurlijk een dilemma, want ik wil niet dat hij met geweld die tanden uit de mond gehaald wordt. Dus mijn aanwijzing was, nee, dat wil ik niet hebben. Ik wil dat jullie meebewegen met mijn vader en op die manier toch een redelijk schoon en hygiënisch gebied voor hem zorgen, maar niet met geweld eruit halen. Dus als het niet kan, dan kan het niet, dan sla je het over. Dat is eigenlijk tegen de regels in. En ik denk, nou ja, dit is een voorbeeld, maar dat is wat we de komende tijd met elkaar ook uit te zoeken hebben. Hoe gaan we zorgen voor het grote maatwerk? En ik hoorde vorige week een mooi voorbeeld van een mantelzorgsituatie in de thuis. Waarbij eigenlijk gesteld werd van dat je misschien wel iedere situatie als een casus moet gaan behandelen de komende tijd. Dat kan niet helemaal, maar misschien is het wel een manier om met elkaar te verkennen hoe dan reëel met die grenzen om te gaan, zodat het wel aansluit op de kwaliteit van leven bij de cliënt en niet de bureaucratie de doorslag gaat geven. Ja. Nou, daar ligt voor ons allen denk ik een mooie uitdaging. We hebben er nog een mooi plaatje bij gemaakt. Dat zal ik dan denk ik nog even kort toelichten, want we naderen het einde alweer. Ja. En dit is voor ons eigenlijk de context van de hele discussie die we nu voeren. Hè. Hoe verken je grenzen in relatie tot informele domein en ook het formele domein? Nou, we hebben hier een plaatje gemaakt waarin je in het midden de cliënt centraal staat. Daar draait het natuurlijk altijd om. Aan de ene kant, zeg maar de blauwe kant, zie je de mantelzorger. Maar ook met een actief netwerk, dan wel een potentieel actief netwerk, waar je nog kunt kijken van hoe is dat te versterken, wat is daar ook nodig, hoe kunnen we mensen daarin goed toerusten. En we hebben eigenlijk ook neergezet in de groene kleur, daar zie je de vrijwilligers die allerlei uitvoeringen en handelingen kunnen verrichten. Je ziet ook veel meer burgerinitiatieven in wijken, in buurten, mensen die naar elkaar omzien en betaalde diensten. En hulpmiddelen als technologie, digitale communicatie gaan daar ontzettend bij helpen. En wat we eronder hebben getekend is een soort schoteltje van de beroepsmatige ondersteuning die dus aanvult, opvangt, af en toe tijdelijk overneemt. En wat we vooral willen laten zien, juist met een discussie over grenzen, van hoe zorg je dat dit nou in een mooie balans komt, dat daar waar het kan zoveel mogelijk zeg maar binnen de bollen gebeurt en daar waar het nodig is de opvang plaatsvindt. En dan hebben we ook de discussie te voeren over zorg binnen dat domein. Dus daar willen we ons slotpleidooi eigenlijk mee afsluiten met ook de nodige tips en verwijzingen naar materialen. Vragen die moeten we voor nu overslaan, maar die willen we nog wel graag ontvangen van jullie. Want we gaan er nog zeker mee door. Ik bedoel, de notitie is één verhaal, maar de vragen, de casussen, die pakken we zeker op. En dan hebben we hier allerlei sites als tips. Op ontzettend veel websites waar jullie van alles kunnen vinden. Een e-mailadres zie ik, hebben we niet meer toegevoegd, maar waar de vragen die jullie hebben gesteld, die we niet meer hebben kunnen beantwoorden, die bewaren we. Daar zullen we nog op terugkomen. Die zullen we ook vooral gebruiken voor de toekomst om de discussie te voeren. Rekening houdend met jullie professionaliteit en rekening houdend ook met de professionaliteit van mantelzorgers en van vrijwilligers. Ik wil jullie heel erg hartelijk danken voor jullie bijdrage, voor jullie deelname aan dit webinar. Ik hoop dat er nog heel veel mensen ook nadien kijken. En graag tot de volgende keer. Tot ziens.